Hey, kijkers van ShadowGames23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik jullie een ja, uitlegvideo over gastrollen. Jawel, jawel, mensen. ShadowGames23 doet vanaf nu ook aan gastrollen. Ik krijg hier heel veel vragen over: Ronald, ik wil ook een gastrol insturen. Ronald, mag ik een gastrol doen? Ronald, 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 Ronald. En nu is eindelijk de dag aangebroken dat jullie, de kijkers van ShadowGames23, een gastrol kunnen insturen. Maar zullen waarschijnlijk heel veel van jullie zoiets hebben van. Ronald. Waar zijn Gastrol? Wel, een Gastrol is een uh, video die een fan of een kijker van, uh, weet ik veel, dus David Games of Zo, of mijn kanaal, of een game kanaal, of Spooky Session, of dagelijks houdt. In ieder geval, het is dus een video die een kijker maakt voor een bepaald kanaal. En uh, wel, die stuurt die op naar diegene van het kanaal of een medewerker van het kanaal. In dit geval stuur hem op naar mij. En wel, dan beoordeelt uh, diegene ik dus de, uh, de video of uh, ja, iets anders wat je instuurt. Fan art, I don't know. Maar ja, fan art is ook leuk om op YouTube te zetten, natuurlijk. Maar dat, dat gaat er nou allemaal niet om. Maar uh, ja, die beoordeelt de dan dus in principe. En uh, ja, als die goed genoeg is, dan neem ik weer contact met jou op. Als die niet goed is, neem ik ook contact met je op. Je kunt ervan uitgaan dat ik binnen 24 uur uur ga reageren. Ik check hem iedere dag. Meestal smiddags. Dus ja, ik krijgt altijd binnen 24 uur een reactie terug als met die... Uh, ja, met daarin. Uh, hij wordt geüpload of hij is geweigerd. Dus... Um... Ja, en wel, uh, er zijn natuurlijk wel bepaalde regels waar je gastrol aan moet voldoen. Wil je weten wat die regels zijn? Check de beschrijving hier beneden. Als ik uh, gastrollen te zien krijg met uh, 500 pixels in beeld, of, of, of dat de audio gewoon kut is, of dat ik tik Bandicam of FRAPS in beeld zie staan, word je automatisch geweigerd. En wel, ik wil niet dat jij dan, uh, ja, hoe noemen we dat? Um, ja, teleurgesteld voelt. Dus check eerst de regels. Ga dan een gastrol maken. En uh, stuur hem dan pas op. En ga niet gewoon op eigen houtje een gastrol maken. Zo van. Nou ja, het lukt me vast wel. Ronald vindt dat toch wel goed. Nee, als een van die regels uh, wordt overtreden. Is het al GG. Dan wordt de gastrol niet geupload. Wat wel. Ik wil gewoon goede gastrollen zien. Uh, de gastrollen uh, wil ik niet langer dan 15 minuten hebben. En uh, ik wil ze in uh, 27 p zien. Ik wil ze niet in 84 uh, of in 270 of. of, of, of ...niks lager of hoger dan 27p. De reden dat ik ze ook niet hoger wil dan 27p... ...is dat kost mij te lang om te downloaden... ...want nou ja, ik heb dus al die internet. Maar um, ja, ik wil dus geen... 1080p video's, alleen 27p. En um, ja, ook geen 84 natuurlijk. En ik wil ook geen video's van 20.000 uur lang. Nee, gewoon tussen de 10 en 15 minuutjes. Een 13 of 12 minuut video is uh, helemaal goed. Dus um, ja, ook, geen, ook, geen, ook geen video's van 9 minuten of zo. Of, of ook geen video's van 15,1 seconden. Nee, 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 nee. Niet langer dan 15 minuten. En ook niet korter dan. 10 minuten. Duidelijk, hopelijk wel. Nee, maar ik, uh, ik probeer het zo duidelijk mogelijk over te brengen. Omdat, uh, nou ja, Jordi die heeft ook gastrollen. En daar heeft hij soms best wel gedonder mee. Dat het of niet duidelijk is of zoiets. En ik probeer nu zo duidelijk mogelijk te zijn. Dus ik denk niet dat jullie allemaal dom zijn. Eigenlijk wel, maar dat gaat niet op. Nee, oh grapje, dat is, dat is echt niet waar. Nee, maar ik, uh, ik, wil het gewoon, ik wil het gewoon duidelijk hebben. Dat is alles. Nee, maar. Um... Uh, ja, die e-mail waar je de rotzooi naar kon toesturen, die staat uh, nu in beeld. Hij staat, weet ik veel, onder of bovenaan, ik weet niet wat dat ding staat. Maar um, ja, daar kun je hem naar opsturen. En eens even kijken, wat nog meer. Uh... Oh ja, de uh, site waar je uh, de e-mail, de, 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 e hey jezus, de gastel je naar kunt uploaden, heet Retransfer. Retransfer is een site waar je files kunt uploaden, zo groot als je wilt. En uh, wel dan. Uh, dan kun je het niet iemand anders downloaden bijvoorbeeld. Dus uh, ja, ik ga niet uitleggen hoe je dit allemaal moet uploaden en doen. Ik zeg gewoon gebruik die site, dan mag gewoon. En uh, ja, dan moet je wel natuurlijk even een uh, uh, mailtje sturen met een link daarin waar ik dat krenk kan downloaden. Dus um, uh, ja, maar goed, in ieder geval, eens even kijken wat nog meer. het um, Trends, er staat by the way een linkje onder in de beschrijving. Dan hoef je dat zelf niet op te zoeken. Eens dus even kijken, wat nog meer eigenlijk? Uh, oh ja, by the way, ik wil even uh, een hele belangrijke regel uh, even doorspelen. Ik wil niet dat je uh, video een uh, wandelend en hoorbaar luisterboekje wordt. Ik heb er geen zin in dat mensen alleen maar over hun kanaal gaan neuzelen. Ik wil dat de uh, video, oftewel gameplay, het kan ook een studiecommentary zijn of zo. Nee, ja, maar dat het gewoon wat fatsoenlijke niveau is. Dat je gewoon over een onderwerp gaat praten. Of dat je gaat vertellen iets wat jij hebt meegemaakt als het interessant genoeg is. Het nee, is wel goed in een gebruikelijke YouTube mm, shit of de al. Ook geen series, geen gastrol series. Dit zijn heel goed. Maar daarvoor wil ik eerst een normale graagstel van bijvoorbeeld Call of Duty of zo. Als iemand dan gewoon Call of Duty doet, dan. Ja, doe dat gewoon. Ik wil ook niet dat mensen met camera's voor de televisies of monitoren gaan opnemen, want dan wordt die acuut geweigerd. Je gaat gewoon een programma en een editingprogramma gebruiken. En voor de Xbox heb je dan een PVR nodig of een Capture Card thing in Dus ja, maar dat ga ik nou allemaal niet over neuzelen. De e-mail, by the way, waar je naartoe kunt sturen, staat ook nog op mijn uh, kanaal. Bij Overigens, dan weet je dat ook even trouwens. Uh, eens even kijken, wat nog meer. Uh, maar ik wil dus niet dat je heel veel gaat neuzelen in die video's. Van check mijn kanaal, het is super episch. Volg me ook even op Twitter en dit en dat. Volg me toe op Skype, al die shizzle. Nee, ik wil gewoon dat je je voorstelt fatsoenlijk in de video. En uh, na, aan het eind, dan mag je wat over je kanaal vertellen of zo. Maar dan geen 10 minuten lang of zo, van de video die maar 12 minuten duurt. Nee, gewoon even zeggen. Nou, uh, bedankt voor het kijken allemaal. Check ook nog even mijn YouTube-kanaal, Pietje Games of zo. En uh, als je het leuk vindt abonneren dan ook even. Maar vergeet ook niet even te abonneren op Shadow Games of zoiets. Zoiets of zo. Ik zeg ook maar wat. En um, uh, wel, er staat natuurlijk ook altijd het link naar jouw kanaal onder in de beschrijving natuurlijk. Maar um, ja Volgens mij was dit het eigenlijk wel. Ik uh, ga dus vanaf nu iedere dag mijn e-mail checken. Je krijgt dus binnen 24 uur antwoord op je gastrol. Of die goed is en of die niet goed is. En als ik hem nu goed vind, jongen, het is heel jammer. Maar dan wordt hij ook niet geüpload. Je kunt in protest gaan en zeggen van... Ja, maar ik kan niet beter. Ik heb geen, geen duizenden euro's om te investeren in YouTube en een fatsoenlijke programma. Ja, dat is niet mijn probleem. Als jij een gastrol in wilt sturen, moet die van fatsoenlijke uh, capaciteit zijn. Maar goed, jongens, ik heb het hier wel uh, gezien. Ik ga het even hierbij laten, trouwens. By the way, dit is mijn uh, grote vriend... Harold hier zo. Nee, maar in ieder geval jongens, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Like, favorite, comment en subscribe. En uh, wat staat dat favorite überhaupt Nou, in ieder geval jongens, nou, ja, laat dat favorite. Maar tenzij je het wil natuurlijk. Maar volg me ook even op Twitter, shadowgames3 Twitter en even op Instagram. En uh, wel, dat uh, zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.